Ze weten wat ze willen, een groep jonge Schiedammers met de oude bioscoop aan de Hoogstraat. Nou, wat we gedaan hebben, we zijn een koffiebar gestart, Koffie Met. En het idee is, zit hem vooral ook in het woordje met, want we willen graag koffie schenken, maar vooral ook heel veel activiteiten organiseren. Na jaren van leegstand heeft het monopoolgebouw weer een functie. De initiatiefnemers zitten er weliswaar anti-kraak, maar dan wel in een gebouw met een echt verleden. Er is Schiedammers ingezeten en de bibliotheek heeft ingezeten. En nu zitten wij erin. Het staat te koop, dus mocht je nog ergens een matras om het geld hebben liggen, dan mag je dat bij ons brengen. Dan kopen wij het hele pand en dan fixen we alles. De koffiebar is gefinancierd door middel van crowdfunding. Dus we hebben aan mensen gevraagd, ben je het eens met het idee? Zou je ook graag een koffiebar in Schiedam willen waar alle activiteiten plaats kunnen vinden? En daar hebben we eigenlijk het meeste geld vandaan gekregen. En we hebben ook nog één fonds aangeschreven, maar geen subsidie. En wij besloten dat je niet moet zeuren als je iets mist in de stad, maar dat je zelf initiatief moet tonen. En we willen graag meer initiatieven gaan tonen. Maar het eerste waarmee we Schiedam willen gaan verrijken is de koffiebar. Met heel veel wafels, brownies, boterkoek, taart en binnenkort een volle agenda met activiteiten. En als dat allemaal aanslaat, ook heel veel bezoekers.